Je kijkt naar Enzo Pro Power! Enjoy! Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En nu zal je misschien denken van, wat de fuck wordt dit voor een video? Dat ga ik je nu uitleggen. Misschien heb je het al aan de titel gezien. Ik ga een fan van mij bellen. En ik weet dat ze Stephanie heet, maar ik mocht haar absoluut geen Stephanie noemen. Ze heet Steffi. En hoe weet ik dit nou? Haar moeder die heeft mij een keertje een e-mail gestuurd op mijn e-mail die ik gebruik voor YouTube. Zoals gastrollen, et cetera, die mensen naar me sturen. En daarin heeft ze gevraagd, mijn dochter die heeft het alleen maar over jou, dag en nacht zit ze over jou te praten. Ja, nacht lijkt me nogal moeilijk, haha, ben je serieus en zo, wat een kutgrap, ik weet het. We gaan door. Ze heeft het dus heel erg vaak over mij, zegt die moeder. Ze wordt er helemaal gek van. Ze wou graag dat ik haar een keertje ging bellen voor haar verjaardag. Nu is dat wel een tijdje geleden dat ze dat vroeg. En ik heb de 50.000 abonnees gehad. En ik wil heel graag iets voor jullie terug doen. Ik wil deze video dus daarom maken. Omdat ik de 50.000 abonnees heb gehad. En daarom ga ik één iemand en... in dit geval dan Steffi, ik ga geen Steffi noemen, Steffi, ga ik terugbellen. En als een soort van dankjewel dat je altijd naar mijn video's kijkt. Dankjewel dat je altijd met me mee twittert, op Instagram volgt, noem allemaal maar op. Echt super vet. En we gaan kijken wat haar reactie is, dus let's go. Oh ja, ik moet hem wel even op privé zetten, ik was het bijna vergeten. Ik ben heel benieuwd hoe ze reageert. Hey, alles goed? Met? Oh, ik weet niet, met wie hoop je te spreken? Wie hoop je te spreken vanavond? Ja, weet ik veel. Doe eens een gok van iemand waarvan ik de video's wel vaak kijk op YouTube of zo. Dus ik denk van die is wel leuk om een keertje te spreken. Wie zei? Enzo. Hallo? Enzo. Ja, hallo. Oh my god, nee, serieus? Ja, alles goed? Nee, ik geloof het niet. Geloof je het niet? Waarom niet? Hoor je mensen, knop hoor. Oh my god, nee, wacht even. Dit. Wacht. Waar moet ik op wachten dan? Ga je opeens uit de telefoon springen of zo? Maar! Ik heb Enzo aan de lijn. Maar dan wil ik je moeder ook wel even spreken. Oké. Okay. Hey Enzo. Hey, hallo mama. Ik heb namelijk de 50.000 abonnees gehaald op mijn YouTube kanaal en ik dacht om iets terug te doen voor mijn abonnees is het misschien wel vet als ik dan één iemand ga terugbellen en toevallig had jij dat een keer aan me gevraagd of ik jouw dochter wil bellen, dus ik dacht dit is het moment om het te doen. Nou gefeliciteerd. Dankjewel. Oh, dan moet je niet huilen, je moet blij zijn. Oh my god, dat is net zo dichter in de auto. Waarom doe ik het dan? Oh my god. Oh, ik ben blij dat je het leuk vindt. Ja, echt. Oh my god. Zo fucking vet. En hoe lang volg je nu al mijn video's dan? Nou, je hebt het filmpje. En wat vind je het allerleukste filmpje op mijn kanaal? Die ene dutje aan de tand stem. Die booty wearing ding is. Dat ik aan het dansen ben? Oh, je bedoelt Enzo roept geest op? Ja, dat jullie een sexy aan het dansen zijn. Ja, dat trollfilmpje. Oké, gaaf. Die moet iedereen sowieso hebben gezien. Ja, sowieso. Jij komt uit Den Haag, toch? Ja. Dus jij lust wel een broodje aan en Ja, ik denk het. Ja, ik denk het. Maar ik dacht om iets terug te doen nu alvast voor, omdat ik de 50.000 abonnees heb gehaald, denk ik, ik ga je gewoon even bellen. Dus ik hoop dat je het heel erg leuk vindt. Ja, echt. Super, 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 super gaaf, echt. Oké, high five. Jij hebt mij trouwens ook vandaag gevolgd op Twitter, hè? Ja, klopt. Ik heb je vandaag gevolgd op Twitter, ja. Ik denk, je volgt me ook al zo lang. Ik denk, ga je terugvolgen? Ga je ook stalken nu? Ja, je volgt me ook op Instagram en nu op Twitter, oh my god. Ja, ik denk, als jij mij gaat stalken, stalk ik je terug. Wil je nog wat leuks zeggen tegen de mensen die nu aan het kijken zijn? Ben je aan het filmen? Vind je het erg? Nee, ik vind het goed. Oké. Okay. Het is al laat. What the fuck? Waarom slaap je niet? Je moet naar school morgen. Nee, ik was super thuis, dus ik wou niet naar school. Oh, ik wou net zeggen. Je gaat toch niet zeggen tegen al mijn kijkers die nog naar school moeten dat je aan het spijbelen bent? Hè? Dat kan natuurlijk niet, want dat deed Enzo ook nog. Nee, ik ben aan het spijbelen echt niet. Oké, mooi zo. Ik hoop dat je het leuk vindt en slaap lekker alvast. Ik heb gebeld. Het is echt gewoon de allerbeste dag van mijn leven of zo.
ben blij dat ik jou blij heb kunnen maken. En dat vind ik ook heel erg leuk, dat ik mensen kan blij maken. Oké, cool. High five? Ja, heel erg high five. Yeah. Yeah. En slaap lekker, doei doei. Ja, doei. Doei. Jullie hebben het gezien, haar reactie vond ik echt super tof. En ik hoop dat jullie dit ook een leuk filmpje vinden. Dat jullie gewoon even zien dat ik graag wat terug doe voor jullie. Ik heb er hard voor gewerkt, geloof me. Jullie weten het allemaal. Ik denk de meeste dat ik het broertje ben van Milan. Heel vaak werd het ook gezegd van, hey, dat is het broertje van Milan Knol. En Milan heeft er laatst ook een vlog van gemaakt, vlog 91. Als je hem nog niet hebt gezien, zorg dat je hem even kijkt. Daarin vertelt Milan zijn mening over mijn kanaal. En daarin vertelt hij ook een verhaaltje waarin hij zegt dat het eerst het broertje van is, maar dat het nu echt Enzo Knol is. Ik heb er echt hard voor gewerkt. Ik was er bang voor dat mensen zouden zeggen van, ja, je bent het broertje van Milan, dus je hoeft er toch niet hard voor te werken, want iedereen gaat jou dan automatisch ook volgen omdat ze Milan volgen. Gelukkig was dat niet het geval. Ik vlog nog steeds elke dag. Ik upload nog steeds 2 keer per dag. 'S Middags om 4 uur een vlog, 's avonds om 7 uur een gamevideo. Er komen meer gamevideo's aan. Ik doe nog steeds pranks en 50.000 abonnees, dat ik deze milestone, dus dit doel heb bereikt, gewoon de 50.000 abonnees, dat doet me echt goed. Geeft me alleen maar meer motivatie om door te gaan. Zoveel mensen die hashtag knolpower ook gebruiken op Twitter. Steffi, ik ga geen Steffi noemen. Steffi, die heeft dat ook in de bio staan van Twitter. Dus ben je echt een trouwe kijker, wil je mij supporten, zet hashtag knolpower in je Twitter. Soms volg ik gewoon mensen terug die hashtag knolpower in hun Twitter hebben. Zorg dat je me ook volgt op Twitter, zorg dat je me volgt op Instagram, staat in de beschrijving. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, abonneer even. Knolpower gaat voor die 75.000 abonnees, dat gaan we sowieso halen. Bedankt allemaal voor het kijken, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Het was eigenlijk zeg maar een soort extra video, gewoon als bedankje naar jullie allemaal. Later. And my whole mind is gonna